dag voor Koningsdag. Dat is bekend als de lintjesregen. En ik mag vandaag aan 3 mensen in Kuik een koninklijke onderscheiding uitreiken. Dat moeten we coronaproof doen. Dus het is geen grote bijeenkomst in de Schouwburg. We gaan aan huis. En dan gaat de partner hem opspelden. En dan zullen we toelichten waarom ze die meer dan verdiend hebben. 3 prachtige decoranden gaan we vandaag bezoeken. Het is bijna 9:30. We staan hier in Sint Agatha voor het huis van Piet van den Broek. En die gaan we nu verrassen op koninklijke wijze. Zo, goedemorgen. Nou, de spanning voldoende opgebouwd. Volgens mij is het wel bekend waar dit naartoe gaat. Want op allerlei fronten zich dus volop ingezet voor de gemeenschap in Sint Agatha. Dat is niet onopgemerkt gebleven. Daarvoor wil diezelfde gemeenschap u danken. Eigenlijk via de koning. Daarom mag ik zeggen, zijn majesteit de koning heeft behaagd om al op 1 oktober 2020 u te benoemen tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Hier komt, ja. We lopen naar Laurens Kolen. Dat is de 2e decorandus voor vandaag. Goedemorgen deze feestelijke morgen. Goedemorgen. Nou, kom eens, En het is ook daarom dat het zijn majesteit de koning heeft behaagd om u op 27 januari 2021 te benoemen tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd. Dank u wel. Van mevrouw Wissink, ook Geerdink Kwispel. Ja, dag Gerrie. Oh, dag Wim. Kijk. Ja, daar staan we dan. Tjonge jonge, ik heb iets. Het is een verrassende dag en ik heb ook een mooie verrassing. En mevrouw Wissink, ook Geerdink Kwispel. Wat heeft u bijzondere werkzaamheden verricht? Vrijwilligerswerk voor de gemeenschap. En wat heeft dat veel betekend voor de mensen en wat betekent dat nog steeds veel? Dit type werk is van onschatbare waarde. En het is daarom dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om u op 18 januari 2021 te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd. Dankbaarheid is die je mag uitspreken namens de samenleving, namens de koning. Maar ook dat je ziet, bijna de nederige blijdschap. Hè? Iedereen is er ontzettend blij mee, maar toch ook zoiets van waarom ik? Want er zijn zoveel anderen die hem verdienen. Het moet allemaal even anders, maar de blijdschap was er niet minder om.